In Nieuwslijn vanavond, onthulling van André Haakmat, Suriname en de CIA. En moordenaars gaan vrij uit, Londen en de nazi's. Dit is Veronica Nieuwslijn. Goedenavond. Vandaag, 7 jaar geleden, op 25 februari 1980, vond in Suriname de staatsgreep plaats die uiteindelijk de sergeant Desi Bouterse aan de macht bracht. De premier werd gevangen genomen, het parlement werd naar huis gestuurd, de grondwet werd afgeschaft. Vrijheid en democratie hadden de onafhankelijkheid nog geen 5 jaar overleefd. In de afgelopen 7 jaar heeft André Haakmat, de Amsterdamse advocaat, een uiterst opmerkelijke rol gespeeld. Dr. Chinna Sen, die door Bouterse eerst tot premier en later tot president werd gebombardeerd, haalde Haakmat naar Paramaribo en maakte hem minister van alles en nog wat. Deze glorie duurde maar kort. Eind 1981 viel ook Haakmat in ongenade. Uiteindelijk ontvlucht hij Suriname en werpt zich terug in Amsterdam op als verzetsman tegen het regime dat hij eerst had gediend. Vandaag, op de dag van de revolutie, publiceert André Haakmat een opzienbarend boek. Hij onthult daarin dat de Verenigde Staten in 1983 met toestemming van president Reagan van plan waren een militaire expeditie tegen Suriname te ondernemen. Doel, de verdrijving van Bouterse. Een reportage van Gert Berg en Martin Freuberg. Meester-doctorandus André Haakmat, jurist en econoom. Tot 1980 onderwijsinspecteur in Amsterdam. In 1980 en 81 een van de belangrijkste politici van Suriname. Sinds 1982 weer in Amsterdam. Hij werkt nu als advocaat en is lid van het Amsterdamse Verzet tegen Bouterse. Als Bouterse op 24 februari 1980 de macht grijpt, reageert André Haakmat niet negatief op het nieuwe regime. Als Chinna Sen, dan nog zijn boezemvriend, een beroep op hem doet om als vicepremier en minister van Justitie, van Leger en Politie en van Buitenlandse Zaken toe te treden tot een kabinet waarin Chinna Sen zelf premier wordt, vertrekt Haakmat naar Paramaribo. Hij wordt op 13 augustus 1980 benoemd. Een klein jaar later valt Haakmat in ongenade bij het militaire gezag. Hij had het kabinet een fascistische marionettenregering genoemd. Als Haakmat begin november 1982 in zijn huis beschoten wordt door militairen, beseft hij hoeveel gevaar zijn leven loopt. Hij vlucht naar Nederland. Een maand later vinden de beruchte decembermoorden plaats. 15 vooraanstaande Surinamers uit de politiek, de vakbeweging en de journalistiek worden afgeslacht in Fort Zeelandia. Met Haakmat. Yes, this is Haakmat speaking. 12 december, een paar dagen na de moorden. Haakmat wordt opgebeld. Hij moet dringend naar een hotel in Den Haag komen, meldt een man in het Engels. De man zegt de Amerikaanse regering te vertegenwoordigen en te spreken namens de National Security Council, een orgaan dat onder meer adviseert in zaken militaire operaties. President Reagan heeft zijn goedkeuring gegeven aan een inval in Suriname. De vraag van de Amerikanen aan Haakmat of hij zo'n invasie wil steunen. Haakmat zal na een inval een belangrijke politieke rol toebedeeld krijgen in een Suriname zonder Bouterse. Haakmat heeft zijn eerste geheime ontmoeting in het Haagse Babylon Hotel. Hij doet in zijn boek gedetailleerd verslag van die afspraak. Ik moest gelijk doorlopen naar kamer 215 en me niet melden bij de receptie. Ik trof een doortastende, reizige man. Voordat ik wat kon zeggen, was de man verdwenen om weinige ogenblikken later terug te komen met een flinke fles Real Scots whisky en 2 meer dan halfvolle glazen. Waren de invasieplannen van de Amerikanen werkelijk serieus? Haakmat. Kijk, daar heeft hij bij mij geen enkele twijfel over gelaten. Hij heeft duidelijk tegen mij gezegd, de Cubanen zijn aan het donderjagen. We zijn er zeker van dat zij de moorden hebben georganiseerd, dat zij ze hebben uitgevoerd. En er komt een moment dat ze ook Bouterse zullen vermoorden en voordat je het weet is Suriname een tweede Cuba geworden. Hij zegt, en dat zullen de Verenigde Staten absoluut niet accepteren. We are going to stop this. Dus het was zo duidelijk als maar kan dat ik daar ook nooit aan heb getwijfeld. Dit plan tot invasie had de persoonlijke goedkeuring van president Reagan. Nou, dus toen hij me dat zei, want ik vroeg hem van, ja, wat houdt het allemaal in?
Toen heeft hij me nog eigenlijk, misschien ook meer om te laten blijken hoe serieus dat was, verteld dat hij dus bij die vergadering van die National Security Council, dat hij erbij zat, toen dat plan werd besproken. En het ging toen om de laatste bespreking en daar was president Reagan bij. En hij heeft me er ook nog bij verteld dat hij er zo dichtbij zat, dat op een gegeven moment iemand aan de president vroeg, ja, u moet nu toch een beslissing nemen, gaan we het uitvoeren of gaan we het niet uitvoeren? Toen zei president Reagan, of course, natuurlijk gaan we dat uitvoeren. We have to stop the Cubans. De Nederlandse regering was aanvankelijk niet op de hoogte van de ontmoetingen van Haakmat met de Amerikanen. Ex-minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking heeft informeel van het invasieplan gehoord. Denkt hij dat de Amerikanen Haakmat inderdaad voor een politieke functie hebben gepolst? Ja. Want in zo'n situatie is het altijd nodig dat er een regering komt, afkomstig uit het desbetreffende land zelf. Dat heb je in Grenada ook gezien. En dan moet het iemand zijn die geloofwaardig is en die wortelt in die samenleving. Dat had de heer Haakmat kunnen wezen. Ik kan me ook voorstellen dat de Amerikanen andere Surinaamse politici tegelijkertijd hebben gepolst. Het feit dat de heer Haakmat is gepolst betekent niet dat zij hem uiteindelijk hebben uitverkoren. Je weet nooit wie er nog meer op het Amerikaanse lijstje zou hebben gestaan. In New York wordt het blad Covered Action Information Bulletin uitgegeven. Dit blad, dat verslag doet van geheime militaire operaties in de wereld, zegt dat de CIA zeer geïnteresseerd was in Suriname. De advocaat William Schaap geeft het blad uit. Reagan came into office shortly after Bouterse came into office. And it has been disclosed already that in 1981 and in 1982, the CIA planned and drew up and experimented with possible overthrowing of the government of Suriname with different types of plans. The actual invasion or paramilitary operations were apparently vetoed by the congressional oversight committees as being either unlikely to succeed or not being in the interest of the United States, and those plans didn't take place. Het Cuba van Fidel Castro speelde handig in op het politieke isolement waarin het Suriname van Bouters al snel terecht kwam. In de Cubaanse ambassade in Paramaribo zaten zo'n 100 Cubanen die meer deden dan alleen maar het behartigen van de culturele belangen van hun land. Het waren juist die Cubanen die de Amerikanen dwars zaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag was halverwege 1983 op de hoogte gebracht van de Amerikaanse invasieplannen. De reactie nu, geen commentaar. De Amerikaanse ambassade in Den Haag is ook niet toeschietelijk. No comment. Ondanks zijn internationale politieke isolement had Bouterse ook nog vrienden, vooral links in het politieke veld. Op het Caraïbische eiland Grenada was de linkse Morris Bishop aan de macht. Tijdens een staatsgreep op 13 oktober 1983 nam de marxistische vicepremier Colt de macht over. De ultralinkse nieuwe leider ging nog intensiever zaken doen met de Cubanen. Bishop werd op 19 oktober vermoord. Amerika greep op 25 oktober in. Een invasie met veel machtsvertoon. 2000 Amerikaanse soldaten en 300 militairen uit andere landen. En een president Reagan die dit van de Cubanen bevrijde land kwam bezoeken. Bouterse schrikt van de inval op Grenada. Hij beseft nu de dreiging van een invasie van Amerikanen in Suriname. Vlak na Grenada stuurt hij een groot deel van de Cubanen het land uit. Hij belooft de Amerikanen geen Cubaanse ambassadeur meer toe te laten zolang hij aan de macht is. Hij voorkomt op deze manier zijn ondergang. Nogmaals ex-minister Jan Ponk. Als zij hebben overwogen in te grijpen, dan hebben ze dat overwogen op grond van hun angst dat de Cubaanse invloedssfeer te groot zou worden in de regio. Dat gold voor Grenada en dat gold voor Suriname. Los van de vraag of de Cubanen al dan niet de hand hebben gehad, dat ik niet geloof, in de moord op Bishop. En los van de vraag of zij dan ook zouden hebben willen vermoorden Bouterse of andere Surinaamse politici. Dus Cubanen hadden daar een invloedssfeer. En dat was voor de Amerikanen een belangrijke reden om argwanend te kijken naar de ontwikkelingen al daar. En dat de regering Bouterse de Cubanen heeft het land uitgewezen, is daardoor een belangrijk argument voor de Amerikanen geweest om wat milder naar de ontwikkelingen in Suriname te kijken.
André Haakmat zit nog altijd in zijn advocatenkantoor in Amsterdam, waar hij ook nog een tijdje is opgetreden als woordvoerder van rebellenleider Ronnie Brunswijk. Na het uitwijzen van de Cubanen uit Suriname kreeg hij van de Amerikanen te horen dat de invasie niet meer zou doorgaan. Toen dacht ik eigenlijk dat de invasie die bestemd was voor Suriname in feite was uitgevoerd in Grenada. En daar vroeg ik ook nadrukkelijk om. Ik vroeg nog, is het niet zo dat de invasie die u had gepland voor Suriname, dat u dat nu in Grenada hebt uitgevoerd? En toen stond hij op, gaf me vriendelijk de hand, nam toen afscheid van me en zei, u mag ervan op aan dat de Verenigde Staten goede bedoeling hebben met Suriname, want anders hadden we geen contact met u gezocht. Een paar uur geleden werd het boek De Revolutie uitgegleden officieel ten doop gehouden in de balie in Amsterdam. Nog die ene vraag aan Haakmat, waarom heeft hij zo lang gewacht met zijn openbaring over zijn contacten met de Amerikanen? Dat was in de afspraak begrepen met die Amerikaan. Hij zei, zolang de zaak actueel is, moet je daar niet over praten. Nou, dat heb ik ook al die tijd niet gedaan. Maar ik vind het nu juist en correct dat men geïnformeerd wordt over wat er toen heeft gespeeld. Tot zover deze reportage van Gert Berg. Het laatste nieuws tenslotte over de activiteiten van de Amsterdamse Surinamer George Baker. Misschien weet u het nog, een paar weken geleden hebben wij u gemeld dat deze Baker met een groepje Britse huursoldaten op weg was naar het junglecommando van Ronnie Brunswijk. Wel nu, we hebben informatie dat die onderneming is uitgelopen op een mislukking. George Baker is er niet in geslaagd om in Brazilië aan wapens te komen en heeft zich pas vorige week bij Brunswijk aangediend met lege handen. De huursoldaten zijn bij Brunswijk achtergebleven, slechts die vier van wie wij een maand geleden eerder al melding maakten. Baker heeft Suriname inmiddels alweer verlaten. Gisteren is bekend geworden dat er in Groot-Brittannië nog steeds mensen rondlopen die van oorlogsmisdaden worden verdacht. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn 6 naties van een lijst van 17 gevonden. De lijst werd opgesteld door het Weense Wiesenthal Instituut dat zich bezighoudt met de opsporing van oorlogsmisdadigers. Overigens zal het volgens Londen erg moeilijk zijn na 40 jaar nog tot vervolging over te gaan. Eerder werd bekend dat opeenvolgende Britse regeringen in de jaren na de oorlog in het diepste geheim hebben besloten oorlogsmisdadigers die naar het Verenigd Koninkrijk waren uitgeweken met rust te laten. De Britse premier Margaret Thatcher op bezoek in Israël, oog in oog met de gruwelen van Nazi-Duitsland. De minister-president veroordeelt als mens de oorlogsmisdaden. I think the photographs show it more vividly than any amount of words can say. It is so terrible. There's one picture there of a Nazi firing at a woman who is standing there with a child in her arms. Really, everyone should come and see it so that they never forget. De woorden van de premier staan in schril contrast met de inhoud van deze geheime documenten. Daaruit blijkt dat oorlogsmisdadigers vanaf 1 januari 1949 in het Verenigd Koninkrijk niet meer berecht kunnen worden. Engeland werd daarmee een veilige woonplaats voor verschillende oorlogsmisdadigers. De beulen van de concentratiekampen, maar ook de misdadigers uit het veld, de militairen die zich vergrepen aan de burgerbevolking, zouden berecht moeten worden, zo vonden de geallieerden, waaronder Winston Churchill namens het Verenigd Koninkrijk in 1943. Nuremberg was misschien het bewijs van die eensgezindheid de oorlogsmisdadigers te berechten. Maar volgens kolonel Gerald Draper, aanklager in de Nurembergse processen, wilde men daarna een punt achter het verleden zetten. Later on, as the climate of opinion, political opinion, the winds changed in Europe and we had approaching the Berlin Airlift, the revival of Western Germany and all the difficulties of the Cold War were approaching, a different approach was discernible in government policy. And there was a cooling of the enthusiasm of the government towards the trial of war criminals. Uit Amerikaanse documenten bleek dat het Verenigd Koninkrijk onderdak verschafte aan een kamparts uit Auschwitz, Dr. Dering, gezocht voor martelpraktijken en medische experimenten op mensen. Na de oorlog kwam hij naar Schotland, kolonel Draper. Where he somehow or other, and this is all collected by fragments, took part in a Christmas mess party. It must have been the first Christmas of the end of the war, with some Scottish officers, Polish officers in Scotland. And Dering was a little addicted to the
the brandy. And he got rather tight at this Christmas party. They were Polish officers. And under the influence of drink, Deering pointed to the suit he was wearing and said, "Do you see this suit? It's an excellent suit, one of the best sort of woven materials in Europe. It belonged to a Dutch professor. He went up the chimney. Do you see my pipe wallet? My pouch. Do you see that? I got that from a prisoner. It's made out of a prisoner's scrotum." Voor zijn misdaden in de oorlog werd Deering nooit vervolgd in Engeland, ondanks aandrang uit het buitenland. Erger nog, hij kreeg zelfs een koninklijke onderscheiding, de OBE, the Order of the British Empire. Deering overleed als vrij man in Londen in de 60e jaren. Een ander document, nu over Antonas Jegas. Hij woont tot op de dag van vandaag in Edinburgh. Hij zou in Rusland mee hebben geholpen aan het vermoorden van weerloze burgers, samen met de Duitse troepen. Jegas zegt nu: "Ik was er wel bij, ik wist ervan, maar ik heb er niet aan meegedaan." Yes, I was aware, but what we could do about it? Well, you if it didn't do, they would shoot us. But how we know? We didn't know what is. That was a war. The shootings go inside when you start. You go into the, say, the forest or in a village. Start shootings. No, you don't know what's happening. Wat er nou gaat gebeuren met deze Britse staatsburgers die van oorlogsmisdaden worden verdacht, is nog maar de vraag. In het Britse parlement is een vaste commissie voor oorlogsmisdaden en daar zitten alle politieke partijen in. Maar die staan tegenover elkaar op dit punt. Labour, links, vindt dat deze oorlogsmisdadigers gewoon vervolgd moeten worden. Maar voor rechts, voor de conservatieven, is het nog maar de vraag of ooit bewezen kan worden dat dit oorlogsmisdadigers zijn. John Whelan is parlementslid voor de conservatieve partij en lid van die vaste commissie voor oorlogsmisdaden. And remember, the allegations have not been investigated, so we do not know whether they are proved or not. When will we know? I don't know, because I haven't seen the allegations. They have not been revealed to members of Parliament. Excuse me, sir, but if it's that premature, why did the British government already give a statement on the legal position of these people? Because the British government is responding to the war crimes group, that is, members of Parliament like myself, who've been looking at the legal position in case there are people against whom these procedures would apply. We've also been looking at whether we could prosecute any individual under British law, but there's a difficulty here as well, which we are also examining. Then we've been looking at the question of extradition, but it would be very difficult, would it not, to extradite someone from the United Kingdom to a tyranny like the Soviet Union. Your colleague, Mr. Jenner, also a member of this All Parties Committee, has already said if the government doesn't take some sort of action towards these people, I will reveal their names in Parliament. Well, Mr. Jenner, of course, is speaking as an individual, and he will have made clear that he's speaking as an individual member of Parliament. And on behalf of his Labour Party? And no, not on behalf of the Labour Party, or indeed on behalf of the War Crimes Group. Any member of Parliament can take any action that he or she thinks proper. But that is a personal decision for him and not for the group. Would you approve of that sort of action? It is for him to decide. It's not for me to approve or disapprove. What could be the consequences if Mr. Jenner does it, left out? He would simply create a storm in the media because he would presumably be speaking under parliamentary privilege. And it may or may not help the situation depending on who he names and what the facts are to support the naming of that individual. When realizing that at this very moment Demjan Yuk is standing for trial in Tel Aviv, Klaus Barbie is coming to trial on the 11th of May in Paris, don't you feel you have to do your utmost as members of Parliament to get these war criminals in the UK behind bars also? That is why we've been formed as a group, to ensure that justice is done within the law. And I emphasize that. And we will do our utmost as individual members of Parliament to pursue these issues fairly and honorably. But we will not behave as a tyranny in order to achieve those objectives. Een bericht van Rolf Pagano en Joop Daalmeijer in Londen. Vanavond onthulde de Schotse televisie dat nog eens 34 van oorlogsmisdaden verdachte personen zijn opgespoord. En daarmee eindigt deze aflevering van Veronica Nieuwslijn. Bedankt voor uw aandacht voor vanavond. Veel plezier bij de trailer Chiller en tot volgende week.